Dag lieve luisteraar, wees zeer welkom terug hier bij ons in Oostende. Een zacht zonnig Oostende vandaag, helemaal klaar voor mijn al even zacht zonnige gast. Ik heb hier bij mij, helemaal vanuit Brussel, de stralende Manu van Akker. Makkelijk content zijn, maar ik kan ook makkelijk het geluk in iets vinden. Oké, dat is denk talent, ik, hè? Ja. Het heeft ook nooit zin om over iets te panikeren of te memmen of zo, omdat... Ja, je zit maar een keer op het strand en het begint te regenen. Ja, kak, maar kruipt in je cabine. Manu van Akker is nog maar 24 en lijkt toch al overal. Hij is Eminem radiopresentator, heeft opgemerkte gastrollen in series als Nonkels, Onder Vuur en De Laatste Dag. We kennen hem als Manusje van Alles in Iedereen Beroemd. En al zeker sinds zijn innemende passage bij De Slimste Mens ter Wereld lijkt deze geboren en getogen Oostendenaar klaar voor de wereld. Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Oostende Bonsoir. Oostende Bonsoir. Gesprekken over eb, vloed en horizon met Guinevere Klaes. Heel grappig, maar mensen steken altijd een duim op. Mensen doen altijd een dikke duim. Zo, oh, zo is duim. Dat... Dan denk ik zo... Wat moet je nu doen? Zo, ja, een ja, duim. Hoe reageer je erop? Ja. En dan denk ik zo... Hallo. Ja, wat zeg je? Wat, ja, wat is een reactie op een duim? Ik heb het al een keer opgezocht. Zo, wat doe je op... Maar dat was zo'n moment dat ik zo dacht van... Ja, wat moet ik nu doen? Dag, Manu. Dag. Je hebt een heel moeilijke naam om mee te spreken. Nee, je weet dat, hè? Ik ga je even laten bengelen. Doe eens. Probeer eens. Guinevere? Maar allerlei. Is het waar? Dat is ik weet niet hoe. Guinevere, ja. Ja. Hoe is het? Ja, het is goed eigenlijk. Het is echt goed. En als ik in Oostende ben, ook altijd goed. En ik moet ook eerlijk zeggen, nu weet ik ook niet goed hoe dat ik moet spreken. Maar ik ben zo blij dat je dat eventjes benoemt, Manu. Want ja? Dat is toch onwaarschijnlijk, dat chameleon-accent van jou. Ja. Hey, dat is, maar ja, je lijkt toch, het lijkt alsof jij moeiteloos schakelt tussen Oostends, Antwerps, Leuvens. Allee, dat is niet normaal, toch? Maar de schakeling is eigenlijk altijd is echt geen probleem. Dus ik kan verstaanbaar spreken en dan zorgen we ervoor dat de mensen in Hasselt ook feilloos kunnen luisteren. Ja, dat is heel maar ik kan nog altijd West-Vlaams spreken ook. Ja. Maar het is altijd de persoon tegen wie dat ik spreek... Ja. Bepaalt dat of zo. Ja. Snap je? Omdat dat zo... Nu klinkt af dat ik je heel veel verantwoordelijkheid heb gegeven, maar dat zeker niet de bedoeling is. maar dat is zo... Ja, allee, zo, ik heb collega's op VRT of op Play die dan ook West-Vlaming zijn. Dan lijkt dat een beetje een ongeschreven regel om ook West-Vlaams te spreken. Absoluut, ik snap het helemaal. Ja, tot ergernis vaak van andere collega's. Maar nu is het dan direct plat West-Vlaams? Of is het zo wat... Het is een beetje tussentaal, het hangt ook altijd een beetje vanaf. Oké. Het hangt er echt vanaf. Hoe beter je de mensen kent, hoe platter. Ja. Ja. Ja, maar ik heb het daarnet gemerkt, hè, met de fotograaf. Met de fotograaf, dat is zo'n hellend vlak, hè. Maar dat is altijd de een of andere manier van thuiskomen of zo. Maar dat is altijd... toch... Ja. Dus het doet deugd om nog eens dialect te babbelen, toch? 100%. Ja. Echt waar. Je zei daarnet, blij om hier terug te zijn. Hoe voelt dat om in je geboortestad terug te zijn? Ja, zalig. Echt waar? Zalig. Ik besef het altijd maar hoe hard dat ik het mis op het moment dat ik terug ben. Oké. Met de trein aankom, de geurwalm van de zee, van de kust. Ja, dat overvalt me echt. Ik stap in de trein in het ultravervuilde Brussel. En ik kom er pas uit als ik in Oostende ben. En dat is een verademing. Dat zijn precies mijn sinussen en mijn long die zeggen van... Goed jongen, heel goed, heel goed. Ja. Pak het maar op. Oké, dus het is instant. Het is een zintuiglijke thuiskomen. Het is, ja, echt dat. En dan... Ik maak er altijd een zaak van of zo om, als ik hier ben geweest... sowieso de zee gezien te hebben. Okay. Dus al is het maar dat ik hier... Soms ben ik hier minder dan 24 uur.
Maar dan wil ik de zee gezien hebben door alles. Maar 3 minuten even op de zeedijk geweest zijn. Maar moet dat, en blijkbaar is dat niet super abnormaal. De zus van mijn grootmoeder heeft de tijd in Duitsland gewoond. En als zij terug naar Oostende kwam, had zij exact hetzelfde. En ik wist dat niet. Het was maar mijn oma die dat zei. Van ja, maar zij had dat ook. En dat is, ja, dat is iets. Ik moet de zee gezien hebben. En vroeger snapte ik dat niet. Ik had vroeger, als er zo, als er vriendjes van mij, we noemen het dan binnenland. Het is zo leuk. Ja, we noemen dat binnenland. Ja, dat is het binnenland. Als de vriendjes van mij uit het binnenland kwamen, dan zei hij altijd, ah ja, we gaan toch eens naar de zee. En dan denk ik, maar waarom? Maar waar? Dat is toch gewoon een hoop zand en een tank water? Heb er toch niks aan? Maar het is pas sinds weg te zijn uit Oostende en hier eigenlijk niet meer te wonen, of hier toch niet meer op regelmatige basis te komen, dat ik eigenlijk voel wat dat doet, wat dat is, wat een prachtig gegeven dat strand is. En nu hebben we eigenlijk nog heel veel geluk, want het is... We spreken midden februari. Ja. het is redelijk zacht voor de tijd van het jaar. Ja. En er staan nog geen cabines. Er zijn nu mensen op het strand. Het is één grote open zandvlakte. Ja. En dat is prachtig om te zien. Uh-huh. Want het is eindeloos. En vooral die eindeloosheid van de zee, dat is... Ik kan er echt naar kijken. En wat gebeurt er als je er naar kijkt, Manu? Is dat rust of onrust? Of is dat, of, dat wisselt enorm af. Dat is echt... Ik denk dat het woord mijmeren hier is uitgevonden ook. Op de zeedijk van Oostende. Omdat als je daarnaar kijkt, dat doet iets met mijn brein. Dat zet mij aan het denken, maar je verliest jezelf enorm in gedachten. Mm-hmm. Ik heb soms dat ik dan 's avonds in gaan drinken in de stad en dan moet ik over de zeedijk terug naar huis. En dan stop ik soms gewoon, om gewoon de zee te horen. Want ja, 's nachts is er heel weinig lawaai, dan hoor je die zee en dan je hoort die golven kletsen tegen elkaar. En dus ja. Ja. Ik merk van mezelf dat ik daar lyrischer en melancholischer over ben dan dat ik eigenlijk zou willen. Okay. Omdat ik liefst in mij nog altijd de echte Oostendenaar zou willen zijn die zoiets heeft van, de zee, ja. Zo. Maar toch heb ik dat... De eerste keer dat bij mij echt gevallen is, was tijdens de allereerste corona-lockdown. Toen woonde ik wel nog thuis, maar er mochten geen toeristen naar hier komen. Niemand mocht buiten. Nee, je mocht alleen buiten om een keer te gaan fietsen. En ik fietste elke dag, tijdens zonsondergang, naar de pier en terug. Het was magisch, hè? Dat is magisch, ja, hè? Ja. Als je dan ziet hoe weinig mensen dat er hier zijn. En dat is misschien iets van een half uur, hè. Maar dat is een half uur puur geluk. Dat is zo. Maar dus als kind was je hier niet vaak op strand. Behalve... In de zomer. In de zomer. In de zomer echt mijn zomers gesleten hier. Oké. Okay. Alles. Ja, mijn ouders die werkten. Dus dat was bij de grootouders op het strand. En spelen. Alleen maar dat. Ik denk dat ik elke zandkorrel hier gezien heb. Dus die grootouders hadden cabine, of niet? Ja, die hadden een strandcabine. Ter hoogte van de Drie Gapers. Okay. Dus waar Kaap is en het welgekende standbeeld staat. Ja. Meestal zeggen ze dan tegen de kinderen, van als je uit de zee komt en je zoekt de cabine, ga naar de verdwaalpaal. Voor ons was dat... Ja, wel besproken heer. Onze Leopold. Leopold de tweede, dus die als je onze nu, punt was. Zodra je ergens verdwaald bent, maar nu zoek je Leopold. Zoek ik Leopold. Ja. Vast baken. Ja, aangezien dat hij nog overal te veel afgebeeld staat, is niet moeilijk om de weg te vinden. Voilà. Maar, ja. Maar dus, je kindertijd was best oké in Oostende. Ja, meer dan zeker. Okay. Maar ik denk, als kind besef je dat ook niet, wat dat je hebt. Als ik in Brussel ben beginnen studeren, daar heb je... Tijdens de zomer, of zelf niet tijdens de zomer, soms extreem warme dagen, dan zie je die gigantische appartementsblokken, mensen op elkaar gedrukt zijn. De pleinen die vol lopen en elk druppeltje dat uit de fontein komt, dient als afkoeling. En dat is iets dat je niet kent als je hier opgroeit.
Want dan ga je gewoon naar het strand. Ik kan me wel herinneren, ik heb op een zeer multiculturele lagere school gezeten in Oostende, waar heel veel nationaliteiten waren. En daar waren er kinderen in mijn klas die hadden nog nooit de zee gezien. Dus die woonden in Oostende, maar die hadden nog nooit de zee gezien. Omdat die nog maar 5 jaar of zo in Oostende waren. Maar toch, als je 5 jaar in Oostende woont, dan heb je de zee nog niet gezien. Allee. Dus ik herinner me dat moment nog levendig, dat er kinderen op het strand komen en de magie van dat zand voelde. Dat alleen al. Dat een schelp vond en dat begon te verzamelen. En zei, wauw, hier een schelp. En dat dan, dus dat moet geweldig zijn om daar getuige van te zijn. Ja, dat ja. je dan iemand voor de eerste keer de zee zien. Iemand die zien. Voor de eerste keer daar, ja. En dat is die ogen die ja. precies aan de MDMA gezien. Echt. Maar, veel beter, ja. Maar het is enorm, ik ben enorm geprivilegeerd, weet ik. Dat is een woord, toch? Zeker, absoluut. Weet ik dat ik aan de zee ben opgegroeid. Ja. Nochtans ben je vroeg vertrokken, hè? Ja. We gaan even je was... je vierde middelbaar? Ja, derde, ja. Al voor derde middelbaar ben je naar Lemmens gegaan. Klopt. Kunst humaniora in Leuven. Klopt. Waarom zo ver? Ik wilde coole dingen doen. En dan moest je heel ver weg. Ja, ik ben altijd een enorm aandachtskind geweest. En nog altijd, hoor. Maar ik wilde echt acteur worden. Okay. Dat was mijn grote droom. En ja, dan kijk je naar, ja, waar kan dat? En dan zie je, ja, zo'n school waar met zo'n reeks aan Vlaamse acteurs vandaag die daar hebben gezeten, ook in het middelbaar. Dus ik dacht, ik wil daar naartoe. En dat kon van thuis ook. Maar dat verhaal is niet gelopen zoals dat moest. Nee. Dus ben ik daar na 2 jaar ook wel vertrokken en ben ik naar de Kunsthumaniora in Brugge. Maar in het Lemmens zelf heb je wel... Dat zijn wel belangrijke jaren geweest, of absoluut. Niet? Ja, absoluut. Ja, want je hebt er ook mensen leren kennen met wie je nog altijd contact... Ja, ja, de Mintjes en zo. Mintjes heb ik daar leren kennen. Charlotte Sieben, met wie ik nu presenteer op M&M. Voilà. Dat is een van mijn beste vriendinnen. En dat is zalig. Zeker omdat als ik daar vertrok, hebben we elkaar veel, veel minder gehoord. Ja. Maar dan in één keer is daar dat moment dat je door een radiozender samengezet wordt. Ja, ja. Wow. Zalig, hè? Maar daar ben je een beetje... Dat is wel op een sisser geëindigd, hè? Door een leerkracht die eigenlijk te kennen gaf van... Ik geloof niet in u, hè? Ja, dat is... Ik heb daar 2 keer mijn derde middelbaar gedaan. Ik ben een afschuwelijke student. En dat is nog altijd zo. Ik kan niet... Ik kan heel slecht onthouden. Ik kan... Je geeft mij een boek en ik moet daar een toets over afleggen. Ik kan dat eigenlijk niet. Is dat concentratie die ook, sputtert? Of? Ook, ja. Nu ook. Ik ben hier overal aan het rondkijken en het liefst kijk ik nog naar de zee. Ja, doe. Als je maar babbelt in maar, de zee. Ja, maar dat is heel slechte concentratie. En echt het vermogen om op te nemen, vind ik zeer moeilijk. Liedteksten onthouden, de domste dingen onthouden kan ik. Maar als het dan over leerstof gaat, dan... alles is plots veel interessanter dan wat er in dat boek staat. En dus mijn algemene vakken, dus zo de wiskunde, Nederlands, dat was allemaal niet zo goed. Maar mijn artistieke vakken eigenlijk wel. Okay. Daar weet ik blonk ik wel in uit. En ik had daar 1 leerkracht die tegen mij echt zo... Maar nu, je bent een fantastische acteur. Je doet dat zo goed. Je zit nu in het derde, maar als je in het zesde jaar zit, we gaan iets maken waarmee je gaat afstuderen hier. Dat gaat top zijn. En oh, we gaan dat samen aan werken. En ik dacht, amai, wauw, die mens die gelooft hier in mij. En amai, dat gaat hier echt. Hé. We gaan hier iets... Ja. En uiteindelijk dan op oudercontact net zei van... Maar je denkt dat hier de speeltuin is. En met die ouders erbij dan? Mijn ouders erbij. Dus ja, mijn ouders dan zoiets van... Ja, wij sturen jou naar daar. Dat kost ook wel redelijk wat geld. Dus wij sturen jou naar daar. Wij betalen daarvoor. Je bent ver van huis. En het enige wat we horen is dat je dat niet serieus neemt en dat je denkt dat het daar een speeltuin is. En dan voel je je als ja, kind, je bent 14 jaar of zo, voel je echt, ja, sorry voor mijn taalgebruik, maar echt gefokt, hè. Ja, tuurlijk. Dat was diezelfde leerkracht. Dat is wel heel vreemd, en dan denk je van, ja, maar waarom breek je mee? Wat als mijn ouders erbij zitten? Maar als we 1-op-1 les hebben, dan ben ik het wonderkind, als het ware, of zo. Wow, oké. Okay. Ja, heel vervelend. Op zich goed dat je daar vertrokken bent, Manu, want je bent daarna wel goed thuisgekomen, zeg maar. Het conservatorium van Brugge, hè? Ja, ja. En daar was het wel ook goed, hè? Ja, daar de kunstmanjore was echt zalig. Oké. Okay. Ik ben daar echt thuisgekomen, omdat die mensen
die had ook al zoiets van, gast, studeer een keer. Oké. Een keer. Maar zij zagen wel mijn sterktes. De richting aan zich was ook veel breder. Er was evenveel aandacht voor theater als voor muziek, als voor dans. En ik blonk maar in één iets een beetje uit. En dat was dan in theater. Een schitterende danser ben ik niet. En een zanger ook al niet echt. Maar dat was wel zoiets van, we zijn hier voor jou. En we gaan je stimuleren in je sterktes. En ondersteunen in je zwaktes. Oké. Dus dat was een kantelmoment een beetje wel. Ja, eigenlijk wel. Omdat je echt op een school terechtkomt waarin je het gevoel hebt dat mensen in je geloven. En dat is cruciaal. Ja, hè? En als je dat voelt, dan ga je daar zelf ook met een heel ander ding in. Er was daar ook geen competitiedrang of zo. Ook niet dat dat op Lemmens wel was, maar ja, je voelt daar toch van, ja, die mensen die geloven niet echt in mij. Ik mocht daar ook echt mijn ding doen. Mocht daar, ja, dat was heel tof. Het is altijd wel met de hakken over de sloot geweest. Hè. Altijd, hè. Elk jaar echt. Echt met de hakken over de sloot. Hè. Eigenlijk ben ik mijn schandalig rapport in het zesde middelbaar afgestudeerd. Hè. Maar afgestudeerd. Ja. En het moment dat ze je zeggen, je bent afgestudeerd en je kan de wereld in, zeg maar, bij wijze van spreken, dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Want alles kon toen. Na jouw kunsthumaniora heb jij toegangsexamen gedaan bij het conservatorium in Antwerpen. Ja. Dat was wel weer even een koude douche, hè? Ja. Ja. Nog eens een koude douche, maar ook wel hoe dat ik daar niet gehad heb, omdat ik tijdens die toelatingsproeven ook wel voelde dat dat niks voor mij was. Oké. Okay. Omdat die mij ook... Ik kreeg dan feedback en dan mocht je de ruimte binnen opnieuw bij de jury. Ik zie Sarah er ook nog kijken naar mij en die zegt zo... Moet je inbeelden? Je bent 18 jaar, je gaat afstuderen van het zesde middelbaar en je denkt, ik ga mijn droom waarmaken. Ik ga aan het conservatorium van Antwerpen gaan studeren. En ze hebben je 3 minuten geleden gezegd, je bent niet toegelaten. Dus je staat daar heel kwetsbaar om je feedback te horen, om echt te horen van, nu ga ik horen wat ik beter kan doen. En dan zegt Sarah Dero, ja, jij hebt een palet met veel kleuren, maar ik zie het niet. En ik weet nog dat ik daar stond en ik dacht, ja, maar moet ik hiermee verder nu? Is dit nu... En toen dacht ik, toen was er iets in mij dat instant zei van, nee, op deze plaats wil je echt niet terechtkomen. Oké. Ik ben ook wel heel blij dat ik dan toelatingsproef heb gedaan om radio te gaan doen, omdat daar dan toch weer de deur is opengegaan. Dus dat is... Maar het valt mij wel op, of ik vind het heel fascinerend hoe snel je blijkbaar de kracht vindt om na zo'n afwijzing, want dat is het toch door te gaan, hè? Want je had kunnen ook naar Lemmens of daar. Je zou kunnen zeggen, voert, het is blijkbaar het leven op een podium of voor een publiek, het is blijkbaar niets voor mij. Ja. Het zou ook maar menselijk geweest zijn, hè? Ja. Ja, dat is waar, maar dat is echt iets dat ik van thuis heb meegekregen. Dat is echt iets dat ik van mijn mama heb. Dat is... Het leven zit vol met teleurstelling. Altijd, heel je leven lang. Al is dat bij het kleinste dat je zegt van vandaag heb ik nu echt hoesting in een garnaalkroket en je komt naar een restaurant binnen en de garnaalkroketten zijn uitverkocht tot je hebt je droomhuis net niet door een bod dat je gedaan hebt. Het leven zit vol met teleurstelling en je kan daar bij twee dingen doen. Je kan daar heel hard in die teleurstelling blijven hangen en heel triest zijn en denken, oh nee, nu is alles heel mijn leven, of je kan gewoon zeggen, fuck it, ik ga door. Dat is een superpower, hè? Maar als je dat kunt... Ja, ik probeer het, maar dat is ook niet altijd, hoor. Dat is ook omdat ik altijd weet dat er wel nog iets anders kan. Ja. Maar ja, ik heb dat wel geleerd, ja. Geleerd. Maar dus diezelfde zomer, of zelfs niet lang daarna, toegangsexamen aan het Rits. Ja. Ja, in augustus. Wauw, oké. En dat was... Dat was goed. Vanzelf de buit binnen? Of, Ja, die bleken wel iets gezien. Ja, die bleken wel iets gezien te hebben, zeker. Waarvan dat ze dachten van, ah ja, tof, die kunnen we erbij. Ja. Oké, super. Ja. Ja. En dat voelde niet als een plan B of zo? Integendeel, dat was... Nee, eigenlijk niet. Omdat ik werk wel sowieso graag met mijn stem. Ja. Ik vind dat iets heel mooi. En ik heb die liefde voor audio daar wel meer en meer... leren kennen of zo. Dus op zich wel. Ja, natuurlijk voelt dat in het begin een beetje als van, ja, ik ben gefaald, ik ga dan maar iets anders doen. Maar eigenlijk door daar wel te zijn, door daar echt mee bezig te zijn, dacht ik wel van, ah ja, oké, nice. Dit is ook een optie, dit kan ik ook doen. Ja. En daar wel mijn eigen kwijt kunnen of zo. Voilà.
Kijk, en we zijn 6 jaar verder. Ja. En zie je hier nu zitten. Maar we gaan trouwens, nu dat je voor radio en muziek spreekt, we gaan eens naar een liedje luisteren, Eert. Heel graag. Nu, de spelregels van deze podcast schrijven voor dat we ons voor het nummer zelf laten inspireren door de getijden van het moment. En die bepaalt de sfeer van het nummer dat jij ons gaat laten horen, Manu. Okay. Dus zeg eens, welke getijden hebben we nu? Dat is de enige toets in dit gesprek. Dus app. No. Maar kijk eens hoe snel dat je het ziet. De meeste mensen moeten daar toch even langer voor kijken, toch? Zo? Ja, maar wij zijn ook niet opgegroeid. Hè. Ja, voilà. Het is app. Dus, idealitair, luisteren we naar een nummer dat eerder wat teruggetrokken is, wat rustiger is. Als ik dan nu zou moeten nadenken... Ja, natuurlijk, de podcast heet Ostende Bonsoir. En dat is Arno. En Arno als artiest, die soundtrack, heeft wel altijd iets met mij gedaan. Is het echt? Ja. Ja, ik was bij zijn allerlaatste concert in Curaçao. Dat was echt... Om daar te zien. Ja, ik was daar. Ik ben zo blij. Ik heb ervan van als ik daarover nadenk. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik daar was. Amai. Ja. Hoe heb jij dat ervaren, dat laatste concert? Dat was op de verjaardag van mijn mama. En we zijn daar ook met haar naartoe geweest. Maar op dat moment besef je dan niet dat het laatatste concert is. Maar je houdt er wel rekening mee. Ja, je houdt er wel rekening mee. Ja. Je weet natuurlijk, iedereen had wel zoiets van... Ja, de kans dat we hem hier nog in een gevuld cursaal gaan zien in deze hoedanigheid is zeer klein. Maar dat was... Hoe groot dat die zaal is, zo intiem was dat. Er moeten maar... een bepaalde eerste noot van een nummer zijn. En die zaal sprong recht gewoon. Oh la la la, zo dat gitaartje zo. Hé. Ja. Baf. Iedereen recht. Pure ambiance. En dat was ook geen tristesse of zo. Ja. Arno was in de laatste periode van zijn leven, zag hij er zeer afgetakeld uit. Heel fragiel, was zeer mager, inderdaad heel fragiel. Maar dat was nog altijd de grote meneer. En op het einde van het concert bleven mensen klappen. Maar kwam hij niet terug. Ging hij niet terugkomen. Hij had gedaan wat hij moest doen. En hij had iedereen had een concert gegeven. En voilà. Hij besliste, hè? Ja. En we hebben Arno gezien en het is mooi geweest. En dan nog met mijn ouders nog iets gaan drinken in een café in Oostende. En daar ook de hele avond muziek van Arno. Gewoon alleen Arno. Alleen dat. En dan passeren op die avond misschien 3-4 keer hetzelfde nummer. Maar ja, who cares? Okay. Want het is ons DNA. Hè. Het is Oostende. Als ik dan... Ja, ik woon nu in Brussel. En Brussel-Oostende, dat is altijd iets speciaals. En als mensen zeggen Arno de Brusselaar, dan word ik dan... Oef. Dat is een dubbele nationaliteit die je had. Maar het is toch vooral... Hè. Maar dan denk ik van... Ja. Maar, nee, dat is niet waar. Arno is een Oostendenaar die in Brussel verzeild is geraakt. En wat typeert het Oostendenaar voor u? Wat is ook in Arno zat? En in jou? Een Oostendenaar is denk ik niet op zijn mond gevallen. Een Oostendenaar is iemand die zegt waar dat op staat. En eens dat je, of een keer dat je iemand graag ziet, ga je die onvoorwaardelijk graag zien. Ja, dat gevoel heb ik ook. Denk het duurt wel even. Ja, het duurt even. Ja, maar eens dat de armen open gaan, dan. En dat is ook echt onvoorwaardelijk. Ja. En dat is iets, voor mij is dat iets typisch Oostendenaars. Ja. Oké, dan gaan we luisteren dan. We gaan luisteren naar het nummer dat voor mij bijzonder geworden is, omdat het voor mijn mama zo'n bijzonder nummer is. En dat is Dan is je de Mamère. Oh. Het is een klassieker, ik weet het. Misschien een beetje flauw ook, denk ik. Maar voor mij is dat een heel... Waarom flauw? Ja, omdat mensen dan denken van, goh ja, dat kennen we. Maar ik vind dat een zeer, zeer bijzonder nummer. Ik vind dat een heel schoon nummer ook. Dat eigenlijk voor dit weer, denk ik ook wel, de perfecte soundtrack is. Omdat het is triest, maar ik denk, als je het nu beluistert met een hoofdtelefoon op en je kijkt gewoon naar die zee, is het echt dat je nodig hebt. Maar echt, hè? Er zit de tederheid in die heel erg past nu bij het moment. Quelque chose de
j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Et je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours. Ben je zelf een getijdenmens, Manu? Hoge pieken, diepe dalen? Ja, ik probeer dat niet, omdat ik dat soms een beetje lastig vind bij mensen. Zo. Nee, dat is zo, ja. Maar dat soms is... soms zijn er mensen die extreem, extreem gelukkig zijn voor een periode en dan extreem, extreem ongelukkig. En ik vind alles in extremen vind ik altijd gevaarlijk. Allee, gevaarlijk in de zin hou ik ook eigenlijk niet zo van. Dus ik probeer altijd... Gelijkmoedig te zijn. Je moet het kunnen, hè. Moet ook in je temperament zitten. Hè? Maar ik kan wel... er zijn veel triggers voor mij die mij in een bepaalde... Een extase is niet heel veel, zijn, maar mij wel in een bepaalde sfeer kunnen brengen. Als je zo... bijvoorbeeld naar een heel spannende match kijkt. De Belgian Cats vorige week. Jesus, jong. Dat zit te roepen van mijn tv. Dat is niet normaal. Of soms naar een ongelooflijk triest iets kijkt. Ik zeg maar iets. Ik ben aan het kijken naar God Vergeten of zo. De VRT Canvas-reeks. Ja, dat doet... Dat doet dus in dat geval extreme, denk ik wel. Ik ben geen grijze muis. Ik ben wel een beetje ofwel zwart ofwel wit. Oké. Okay. Ik hou niet van het woord misschien. Je bewijst het ook met jouw carrière nu al. Ja. Je bent nog zo jong en ik bedoel, je schakelt wel snel, hè? Dus je bent... Ja. Maar dat is ook omdat ik heb daar wel fantastische mensen die mij daar ook wel bij helpen. Mm-hmm. Ik heb sinds een jaar nu bijna een management. En als ik dat zeg tegen mensen, dan zijn er twee soorten reacties. Mensen zeggen, ah, dat is goed, maar nu, dat ga je helpen en dat ga je... Hij vooruit halen. En dan heb je mensen... Hola. Amai. Meneer aan de nekken. Ja. Ja, ja. Ah, oei. Allee, elke keer een koffie wel gaan drinken bij je. Ga ik hem op een baan dan? En dan ben ik zo... Oh, dat is even normaal. Oké, maar je hebt daar wel een helder beslissing erin genomen, hè? Waarom was dat? Ja, dat was... Ik voelde dat er op een bepaald moment mensen naar mijn mouw begonnen te trekken, zo. En ik had zoiets van... Oh my god, hoe moet ik daarmee omgaan? En toen was er een collega van mij die zei van... Heb je elke keer aan een management gedacht? En ik dacht, zeg... Zag. Ja, hè. Doe ik normaal. Maar ik ben er wel over beginnen nadenken. En toen heb ik iemand gecontacteerd die wel wat jonge mensen had in zijn portefeuille. Mee iets gaan eten. Gaan lunchen in Brussel. En ik denk dat wij nog maar 5 minuten neerzaten. Dat ik zoiets had van, ja. Oké. Okay. Ja, dat is iets. Buikgevoel, ja. Voilà. Dat is echt buikgevoel. En okay. Ik voelde me daar heel veilig bij. Ja. Ik voelde me daar heel kwestie van, ah ja, oké, okay, hoe? Ja, goed komen. En dat is niemand die tegen mij zegt van... die dag ga je in die tv-show gaan zitten. Nee, ja, oké. Okay. Totaal niet. Zo iemand zegt van... Ja, kijk, we hebben de vraag gekregen of dat je naar daar wil. Ja. Ik denk wel of niet doen. Dat is eigenlijk vooral. Het is adviseren ook, hè. Helpen. Echt adviseren. Ja, inschatten. Ja, want soms weet ik het zelf ook gewoon niet. Dan vragen ze iets van... Ja, ze hebben gevraagd voor dat programma, maar... Ja, je bent dan op die zender... Tijdens die periode al op tv, is dat wel goed? Hou dan niet zorgen voor een overkill? En meestal kan ik de beslissing niet maken, dus volg ik hun advies. Oké. Okay. Ja. Ja, er is niets mis mee, hè? Nee, ja, het is waar. Ja, soms weet ik het ook niet, hoor. Maar er is veel er is veel aan het gebeuren, hè? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Veel tv dan toch, hè? Los van de radio. Ja. Er is... die Simpson Mens heeft ook wel iets gedaan, denk ik dan. Is dat nog altijd? Voel je de impact er nog altijd van? Ja, daarnet nog hier op het strand, als we de foto genomen hebben. Echt? Word ik daarop aangesproken. Ja, 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 ja. Maar dat is leuk, hè. Ja. Dat wil toch zeggen dat je iets gedaan hebt bij mensen of zo, dat die, waaraan dat die je herinneren of zo. Dus dat is wel tof. Heel grappig, maar mensen steken altijd een duim op. Mensen doen altijd dikke duim. Zo, oh, zo duim. Dan denk ik zo... Oké.
toen... Zo, ja, ja, duim. Hoe reageer je erop? Ja. En dan kijk ik zo, hallo. Ja, ja, wat zeg je? Wat, ja, wat is een reactie op een duim? Ja, dat is heel het staat moeilijk, nergens ja. geschreven. Wat is de reactie op de duim? Ik heb het al een keer opgezocht. Ja. Zet, is dat... Zo, wat doe je op... Maar dat was zo'n moment dat ik zo dacht van, ja, wat moet ik doen? Zo, ja, wat, hoe reageer je op een duim? Ja. En wat heb je gevonden? Ja, niks. Een duim dat terug. Zo, ja, nee? Dat zo, heb je pijn aan je duim? Zo, ah. Zo'n ding. En dacht ja, nee. Daar ben ik in. Maar... Eenduidig positieve reacties gehad? Of meet je de... Want er is altijd bagger, hè? Ja, er is altijd bagger, maar ja. dat is... Ja. Ja, ja ik vind... Ik ben er wel van overtuigd dat iedereen absoluut zijn mening mag hebben, maar ja. Ik denk dat het is altijd een beetje de manier waarop... Ik heb gelukkig nog nooit mensen gehad die naar mij gekomen zijn en zeiden, wow, dwazen. maar okay. ik lees het ook wel gewoon niet. Ik weet dat als er ik heb onlangs een artikel gegeven bij je conculega's van de morgen voor het weekend. En dan, ja, de humo neemt dat dan over. En ik weet nog, for some reason, of voor een of andere manier, vragen ze altijd... Hoe het is om met mijn lijf, mijn zwaarlijvigheid zijnde, in de media te werken. Blijkbaar is dat een onwaarschijnlijk interessant onderwerp en is dat zo niet vanzelfsprekend dat ze dat altijd moeten weten. Blijft het, dat is niet... Ja, en dan denk ik van... doe ik ook maar gewoon mijn werk, hoor. Ja. En ik weet nog dat ik toen bij de eindredactie, of bij aan een journalist van de morgen had gezegd, fantastisch, leuke man ook wel, zei ik, van, ik heb liever niet als je quotes eruit haalt voorop de dingen, dat die quotes zijn. Ik zei, ik heb genoeg gezegd in het interview waar je iets kan uithalen. En die had dat ook niet gedaan, daar was ik heel blij mee. Maar dan heeft de Humo dat artikel opgepikt en zij hebben dat dan wel gedaan. En dan, klassiek verhaal van... Ja, ja, en dan wil ik zo ik niet... En dan denk ik zo, ja... Ik kan het ook niet kwalijk nemen, maar ik vind dat dan ook niet nodig of zo. Dan denk ik van, ja, eigenlijk zou je als hoogstaand magazine, wat ze wel zijn, en ik apprecieer het enorm, dat eigenlijk wel moeten weten dat dat niet de bedoeling is. Maar ja, bon, iedereen wil kliks. Ja, en het wordt niet altijd doorgesproken natuurlijk. En dat is allemaal niet met slechte bedoelingen soms, maar hoe... Ja, je hebt natuurlijk ook meegedaan aan die podcast van Dominique van Maalder. Ja, hè? Dus, klopt. Ja. Naar aanleiding van patiënt Dompie was dat, hè? Waarin we het traject volgen van zijn maagverkleining en zo. Dus je doet er wel aan mee. Dus het is ook niet dat je zegt van ik wil dat onderwerp per se vermijden. Omdat ik heb het nooit gehad. Ik ben altijd het dikke kind geweest. En ik heb nooit iemand gezien op tv zoals ik. Of ik heb nooit iemand... gehoord die dat hetzelfde heeft. En ja, dus dat is... Ik vind het belangrijk om erover te spreken. En ik spreek er graag over als dat nodig is. Zoals de patiënt Dompie. Omdat Dominique wel... Dompie eigenlijk wel een beetje kende. En daar hebben we elkaar veel beter leren kennen in die podcast. Dus dan weet ik ook van, ja, dat is een podcast, dat gaat daarover. Is dat online zo'n buyer daarover? Ja. Want ja, zeker omdat er was... Ja, dat is algemeen geweten. Bij mij is het niet zo van, eet een beetje minder, ga een beetje gaan sporten. Er zijn veel mensen die dat zeggen. En dan lees je soms wel dingen dat ik denk van, ja, maar... Oh. Maar ja, dat zijn meestal ook... Ik klik altijd door op die profielen. Dat vind ik dan heel leuk. Ik ben zeer nieuwsgierig. Ik ben een zeer nieuwsgierig persoon. En wie erachter zit, ja. En wie zit daarachter? En als ik die mensen dan zie, dan denk ik, oh god, praise the Lord, dat ik niet jou ben. Echt waar. Wat voor een aftandse, takke, marginale mensen. Ja, en dan weet ik het direct. Voilà, en dan is ja, ook, weet je, als je profielfoto of foto van je chihuahua is, dan kunnen we echt ophouden. Zegt wel iets, ja. Maar ja, dan moeten we er zelf niet meer over nadenken. Ja. Allee, ja. Oké. Okay. Snap je wat ik wil zeggen? Nee. Maar goed, ja, het is zo effectief, maar met Jacot Brokken was er ook nog een heel heis. Ja. Dat je denkt van, wauw, dat blijft. Dat is toch, ik vind dat wel straf, hè? Dat nog zo... Ja, ik vind dat ook straf. Ik vind dat, ja. ik vind dat eigenlijk gewoon vooral raar, omdat Jacot is... En we kennen elkaar ook wel goed en Jacot is iemand met bakken talent. Maar echt met bakken talent. En toch herleidt elk interview of alles zich toch weer daarnaar.
Nu zijn we er ook al 5 minuten over aan het praten. Ja, het is waar, hè? Ik ben er niet over begonnen. Nee, het is waar. Dat herleidt zich wel daar weer naar bij haar. En uiteindelijk is dat... Terwijl, die is fantastisch, hè. Jacotte is een fantastische weervrouw. En voilà. Mm-hmm. Maar ze heeft zelf inderdaad... Het was de mail te veel die ze kregen had. Ze heeft het benoemd. In dat opzicht vind ik het ook niet slecht om het erover te hebben. Af en toe, omdat dat toch... Mensen schrikken daar wel van. Dat nog altijd gebeurt. Hè. Op zich is dat niet. Nu, je lijkt me voor jouw 24 jaar... Wat nu al zeer... Al vrij uitgebalanceerd, zal ik het zo zeggen. Ben jij sterke mens? Het is moeilijk van jezelf te zeggen. Ja, ik denk dat wel. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met mijn opvoeding. Oké. Okay. Mijn ouders zijn gescheiden als ik 3 jaar was en mijn broer 1 jaar. En altijd wat de co-ouderschap had. Twee verschillende huishoudens ook. Mm-hmm. Bij mijn mama was bijvoorbeeld niet naar televisie kijken en eten. Bij mijn papa was wel tijdens het eten naar televisie kijken. Dus dat is zo. Hè? Dus, maar dat zorgt er ook voor dat je op den duur weet aan wie dat je wat moet vragen. Ja, oké. Maar ja, ik ben altijd heel volwassen opgevoed, noem ik het. In die zin dat bijvoorbeeld als ik begon uit te gaan als ik 16 was, dan was het, zei mijn mama, ja, geen uur. Ja, geen uur om thuis te komen. Maar vanaf dat je te laat thuis bent of in een te erge toestand, dan ga je niet meer weg. En dat zorgde ervoor dat ik altijd om 1 uur nuchter in mijn bedje lag. Oké. Dat is zo. Als er geen beperkingen zijn, dan ga je die ook niet gaan opzoeken. Ja, maar ik geloof ook wel dat dat niet bij iedereen werkt. Nee. Of zo. Maar... Okay. Maar ja, ik ben... Ja, dus bijvoorbeeld, ja, mijn mama is iemand die heel veel werkt. Nog altijd. En vroeger ook heel veel. Wat dat er wel voor zorgde dat ik wel naar de winkel ging en eten op tafel zette. En dat mijn mama om 7:30 thuis kwam. Dat we wel allemaal gewoon samen gezellig aan tafel zaten. Maar dus, ja. Jij zorgde voor... jij fourierde. Echt waar? Ja. Maar ik heb dat ook nooit erg gevonden. Ik heb dat nooit. Ik was mezelf zeer bewust van die situatie, maar... Maar ik heb dat nooit, ik heb dat mijn mama ook niet kwalijk genomen of zo. Nee. En die scheiding op zich heeft blijkbaar ook niet voor blijvende trauma's gezorgd. Blijvend niet, nee. maar dat heeft wel veel problemen. Dat heeft, zeker. Ja. Omdat dat. Er is altijd natuurlijk een moment waarop dat beide ouders een nieuwe partner krijgen. En als je een puber bent, dan pik je het niet dat iemand je huis binnenkomt en jou zegt wat je gaat doen. Dat is een vreselijke situatie. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is iedereen ook wel volwassen genoeg geworden om daar ook wel mee om te gaan. Dus nu is dat echt oké. Maar er zijn echt momenten geweest dat diepe, diepe shit was. Maar echt heel erg. En, sorry. Dat is ook onnodig om dat altijd om te keren. Maar toch, wat heb je daar uit gehaald? Welke kracht heb je daar uit gehaald? Ik denk wat ik gehaald heb uit die scheiding is ouders weten het ook niet, hoor. Oh, maar ja. Die doen ook maar wat. En dat is dan bij uitbreiding bij als mens zijn. Wij doen ook maar wat. En dat heb ik er wel echt uit geleerd. En dat ik ben heel blij dat mijn ouders altijd alles in functie hebben gedaan van de kinderen. Dus ze zijn nooit tegen elkaar beginnen bekvechten. Okay, ze hebben ons niet tegen elkaar opgezet. Dat is, houd vast, de grootste geluk. Maar absoluut, hè. En dat is echt een voorrecht. Maar het is. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, wat ik er ook uit heb geleerd is dat je... Als je jong bent, en je hebt er de laatste tijd niet te snel aan kinderen begint. Hè. Dat ook. Past een beetje op, hè. Ja. Want en ik heb wel... En dat is ook wel iets wat ik op later leeftijd vaker wel tegen mijn mama en tegen mijn papa ook heb gezegd. Ja, maar jullie zijn gescheiden, hè. Jullie hebben ons gemaakt, hè. En het is niet mijn keuze geweest om... Om er te zijn. Om er te zijn, te koer. Ja. En ik weet wel dat het altijd wel iets doet, dat altijd wel is van, oké, ja. Ja, nee. Ja, dus het zorgt tegelijkertijd voor
Want als je zegt, ik vind dat wel mooi dat je zegt van, je hebt snel gezien dat ook ouders doen maar wat. Je hebt er eigenlijk heel vroeg de feilbaarheid, zeg maar, van de mens gezien. Hè? Wat misschien voor een soort mildheid kan zorgen. Ja, omdat ik ook wel, ik heb bewondering voor allebei mijn ouders, heel hard. Omdat die wel als alleenstaande altijd wel alles hebben gedaan, ze hebben ook alles kunnen krijgen. Bijvoorbeeld mijn mama is als alleenstaande moeder, ging die heel veel nog, in de weken dat we dan niet bij haar werken, heel veel nog ernaast gaan werken. Maar zij heeft ook geen hogere opleiding gedaan, dus zij is wel bijscholing gaan volgen. Dus zij is wel, maar dat ervoor zorgen dat wij vaak avonden met mijn oma thuis zijn, terwijl dat zij in Leuven of in Gent avondschool aan het volgen was. Maar ze heeft altijd geknokt om ons alles te kunnen geven wat we wilden. En dat is haar nu ook wel gelukt. En ik heb haar ook al vaak gezegd dat ik haar daar zeer dankbaar voor ben. Ja. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Nee, en die vechtlust en die strijdlust heb ik meegekregen. Ja. Als ik iets wil, dan weet ik dat ik ervoor moet werken. En kan je er maar beter aan werken ook. Ja. Ja, maar absoluut. En niet opgeven, hè. Gewoon doorgaan. Ja. Nee, ik geef niet op. En je vader, bij je vader was het een heel andere thuis ook. Dus je hebt ook leren schakelen tussen verschillende Ja, mijn vader is een heel andere. Mijn vader is inderdaad een heel andere thuis. Maar mijn papa is ook... Ik heb dat ook... Al vaak gezegd tegen hun, alle twee ook. Ik snap niet wat die twee gezien hebben in elkaar. Het is echt zo verschillend. Die zijn redelijk verschillend. Ik snap het ook. Het zijn twee zeer grappige mensen. Het zijn twee zeer, zeer, zeer leuke mensen. Maar ja, het is een heel andere thuis. Bijvoorbeeld gewoon emotie of zo. Hoe dat je je voelt, was iets wat dan meer bij mijn mama aan bod kwam. Bij mijn papa was dat dan minder. Ja, mijn papa heeft altijd een Oostende café gehad, samen met mijn onkels, met mijn onkel, met zijn tweelingsbroer. Aha. Dus dat is, ja, ik denk dat er daar automatisch een soort van laksheid meer in zat of zo. Mijn papa heeft dat café ook wel natuurlijk gestopt, omdat hij had twee kinderen, En waar was dat café als ik aan In de Lange Straat. Aha. Het manuscript. Ja. In de volksmond, de Manu. Ja, inderdaad. De Manu, ja. En dan heb je daar zo die marginale shisha-bar daarnaast. Ja. En dan zo aan nachtwinkel, frituur. Ja. En dan tot voor kort was daar café De Switch. Ja. Naast die Italiaan. Ja. Daar was het café van mijn onkel, waar De Switch was. Dus de voorganger van De Switch. Ja, de Peppermint was het café van mijn papa en mijn onkel. Waar dat we ook naartoe gingen. Dat is niet waar. Ah, nee? Want wij waren geen kinderen die daar s'avonds op café zaten, maar dan zo over de middag, als ze daar dan een keer waren, dan gingen we dag gaan zeggen. Of als we met de scouts een spel aan het spelen waren in de stad en iedereen moest naar het toilet, dan gingen we daar naar het toilet. Dus dat is... Je hebt er zelf niet veel van meegemaakt. Nee, ik ben er nooit uitgegaan of zo. Omdat mijn onkel is dat gestopt als ik denk dat ik misschien 10 jaar was of zo. Okay. Dus dan is hij daar ook mee gestopt. Maar ja, dat café, dat is wel iets wat dat zo... Ja, het is wel een uitgaanders. Ja? Ja, dat heb ik ook wel meegekregen. Ik ga heel graag op café. Ja. Dat is op café, dat is niet per se gaan clubben of gaan dansen? Of ook... Nee. Zo de club, dat vind ik nooit echt leuk. Omdat je moet daar dansen. En dan moet je dansen. Ik vind het leuker om iets te drinken en dan zo in één keer denken van oké, die muziek doet dat hier wel heel goed. Zo dat toch niet een keer een beetje beginnen dansen. En dan zo, ja, zo dat. Zonder de verplichting. Ja, zonder de verplichting. Dat vind ik het leukste. Maar dus, voilà, je hebt al vrij vroeg verschillende perspectieven leren kennen, ermee moeten leren omgaan. Ja, dat is zeker. Uiteraard wel snel opgroeien eigenlijk, hè? Dat je moet doen. Ja, ja, en ik ben mezelf zeer bewust dat ik niet de doorsnee opvoeding heb gehad. Ik ben heel snel heel zelfstandig geworden. Ja. Je kunt makkelijk gelukkig zijn ook? Of laten we zeggen content? Makkelijk content zijn, maar ik kan ook makkelijk het geluk in iets vinden. Oké, dat is het talent, denk ik, hè? Ja. Het heeft ook nooit zin om over iets te panikeren of te memmen of zo. Je zit maar een keer op het strand en het begint te regenen. Ja, kak, maar kruipt in je cabine. Of word gewoon nat. Soms kan je niet anders dat je aan het fietsen bent en het begint te regenen. En dan kan je daar staan vloeken zoveel als dat je wil. Maar word gewoon nat en trek thuis droge kleren aan. Ja. Dat is ook plantrekkerij. Dat is echt plantrekkerij. Dat heb ik echt meegekregen van thuis. Ja. Dat is echt plantrekkerij. Zeg, dit jaar, wat gebeurt er nog allemaal? Allee, veel wat je nog niet mag zeggen, denk ik. Ja, dat is. Maar er is wel het programma Het Perfecte Plaatje. Ja, klopt. Hoe zit het daarmee? Goed. Ja. We hebben alles opgenomen en ik kom binnenkort op televisie.
samengevat, BV's die gaan... fotograferen. Die gaan fotograferen. Voilà, ja. Zo kort kan het samengevat worden. Ja, 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 okay. Ja. Ja. Zeer leuk. Ik heb de eerste twee afleveringen al gezien. En het is eigenlijk wel echt lachen, omdat dat... Over het algemeen ben ik nooit echt zelf fan van het zoveelste programma met BV's of zo. Maar nu worden die wel uit hun comfortzone gehaald. Nu krijgen die een fototoestel in hun hand en moeten die echt goede foto's nemen. En fotografie is een kunst. Oh ja. En dat heb ik meer dan ooit gevoeld in de afgelopen draaiperiode. Dus dat is wel heel tof om die bezig te zien, om die daar zo te zien sukkelen. Ja. Met van alles en zo. Ja. Oh nee, mijn witbalans. Of zo. Oh nee, mijn ISO-waarden. En ik had van, ja, wat is dat ook? Ik ken er allemaal niks van. Maar heel, ja, leuk om dat, heel leuk om dat te zien. Heel, heel goede leerschool ook. En hoe voelde het voor jou? Om zo, ja, super spannend. Super spannend, want ze vroegen dan bij Play van, ja, wil je graag een programma presenteren? En ik dacht, ik. Maar ja, leuk, ja. Ja, en wel super fijn om dat uiteindelijk te mogen doen. Het is een heel goede leerschool geweest. Ik ben zeer, zeer goed begeleid geweest ook. Ja. Dus ja. Er is veel aan het gebeuren, hè? Ja, ja, ja. Maar het is wel heel, het is allemaal heel leuk. En ik heb het een beetje het luxe probleem, noem ik het wel, om echt wel te kunnen kiezen wat ik doe en wat niet. Ja. En soms doet het zoveel pijn om tegen iets nee te moeten zeggen. Of om te moeten zeggen van, ja, sorry, dat gaat niet lukken. En dat is dan omdat het tijdsgebrek agenda, is? Agenda, ja, echt agenda. Echt, ja, agenda. Maar ik mag ook echt niet vergeten om af en toe te rusten. Dat is heel juist. Ja, maar ja, ik ben zo graag bezig. Ik ben zo graag bezig. Ik heb 2 weken kerstvakantie gehad. Na 4 dagen liep ik de muren op. Is het echt waar? Ja. Ben je dan niet heel moe? Heb je dan zo geen nood om te slaap? Ja, nee. Ja. Het leuke aan mijn job is dat, dus geen enkele week is hetzelfde, maar geen enkele dag is ook hetzelfde. Want de ene dag ga ik radio gaan maken, de andere dag sta ik op het televisie zet in Vilvoorde, de andere dag sta ik in het Hol van Pluto met laarzen aan. Daar weer iets te vertellen, of de andere dag mag ik hier in Oostende gewoon naar de zee kijken. Dus dat is... Ja. Ja, geen enkele dag is hetzelfde, elke dag is anders. Je leert zoveel mensen kennen. Ja. En dat is zalig. Het is echt wel... Het is toch goed dat je management hebt? Ja, ja, ja. Zeker wel. Al is er bescherming. Ja, ja, echt wel. Echt wel. Ja. Ja, maar goed. Goede tijden. Het is tijd voor onze slotvraag. Ja. Dat is een heel ernstige vraag. Mm-hmm. Het is altijd dezelfde. Manu van Akker, wat zou je later graag willen worden? Oh, ik kan nu zo kiezen om zo melig te antwoorden. Dat mag. Alles is toegestaan. Maar echt, alles is toegestaan. Je kunt er ook rustig over nadenken. Later wil ik graag... gelukkig oud worden. Ik wil geen spijt hebben dat ik dingen niet gedaan heb. Ik wil echt kunnen... hier op de zeedijk in een appartement zitten naar de zee kijken en kunnen denken, hoe gedaan, joh. Snap je? Zo dat ik echt kan denken van, ik heb alles uit mijn leven gehaald. Ik probeer dat elke dag. Ik probeer elke dag alles eruit te halen wat dat kan. Ik wil gewoon echt later echt kunnen zeggen tegen mezelf van, oké, nice. Ik heb het eruit gehaald. Ik heb alles in mijn leven gestoken wat dat kon. Mm-hmm. Ik heb fantastische dingen gedaan. Ik heb fantastische dingen mogen doen. Mm-hmm. Fantastische mensen kennen en mogen kennen. Dus, mm-hmm. Zie, als dat de tour is, dan lijkt je mij heel goed vertrokken in elk geval. Maar nu mag je danken voor dit zeer mooie gesprek. Zeker, ik vond het fantastisch. Echt waar. Merci. Het ook. Dank je wel. Dit was Ostende Bonsoir, een podcast met Zicht op Zee en met Guinevere Klaes. Productie en montage Ronald Verhagen, sound design Ben Venesoen. À la prochaine!